Hoe bak je nou een mooi, toch dik stuk rood vlees? De vuring is mooi warm. Hij is licht ingeolied. En het vlees kan nu gebakken worden. Straks laat ik het vlees verder garen. Wanneer het al mooi gekleurd is, maar nog niet warm genoeg. En dat doe ik op de cederhouten plankjes. Cederhout is heel erg geurig en is poreus van structuur, wat de warmte makkelijker er doorheen laat gaan. Dus na het kleuren van het vlees laat ik jullie zien hoe we het dan verder op een rustige manier garen. Vlees is nu mooi aan twee zijden gebraden en gekleurd, maar aan de binnenkant is hij nog bleu. En ik wil hem natuurlijk verder garen dat hij op zijn minst bleu chaud is of voor de liefhebbers saignant. Het cederhouten plankje is ondertussen mooi warm geworden en geeft heerlijk zijn aroma af. En nu ga ik het vlees verder garen op het cederhouten plankje. Het gaat niet meer verder korsten, maar toch zal de warmte er doorheen trekken en door het geregeld te draaien als ook te keren, kan ik het vlees garen tot de gewenste temperatuur. Zoals ik zei, geeft het cederhout fantastische geur af, maar wanneer je verse kruiden hebt, zoals in dit geval rozemarijn en of tijm, kan je ook dat gebruiken om het vlees verder te doen garen. De warmte komt hier ook mooi doorheen. En als je het vlees erop legt, zal het niet meer verder kleuren, maar verder garen nog wel. Uiteraard krijgt het ook de fantastische aroma's van rozemarijn en tijm mee. Mijn vlees is nu mooi warm van binnen. Prima gekorst, maar toch nog bleu. En het is nu het moment om aan te snijden. Ook het cederhouten plankje is handig om het vlees te versnijden en eventueel aan de gasten te presenteren. Een mooie cuisson bleu. En op deze manier kan ik het versneden vlees nog warm houden tot ik het aan de gasten serveer. Beetje kruiding. En het is klaar om te serveren.